one woman, Helena. She was so beautiful, thousands of men were dying for her. The Trojans stole her, you see, from the Greeks, and now the Greeks were attacking and destroying the Trojans just to get her back. The Greeks tried to destroy the Trojans, and the Trojans tried to disgrace the Greeks. The battle lasted for many years. Thousands of men died, and the enthusiasm of the Greeks became totally outsichtlos. They had to face it. This mission was impossible. The city of Troy was unreswappable. But by the creaking of the day, one man came up with a plan. But I feel like starting the show with some real big emotions. Are you ready for that? Big emotions? All right. Sit back, relax, unwind your mind. Let's clear the stage for romance! Deal moeten wij nu naar Troje gaan. En ik was part of the deal. Deed jij dat op mijn zusdanig dit luwe? Want als beloning voor uw vernuft mocht jij met de tweede kus huwen. Zeg, zonder die een deal had ik u helemaal niet kunnen krijgen. Hè? Ja, hier sta ik dan. Getrouwd met de man die me trouwde om de lieve vrede te bewaren. Omwille van diezelfde vrede laat die man me nu achter om met zijn vrienden naar een oorlogske te varen. Ja, ja, ik weet het, ja, dat is mijn eigen schuld. Maar ik heb mijn woord gegeven. Het woord dat ik mij gaf? Ah ja, dat is minder waard, zeker. Maar nee, lief. Integendeel, mijn woord aan u. Dat staat boven dit alles. Maar ja, Helena is de zus en de vrouw van Menelaus. Zwijg maar van mijn zus en Menelaus. Die komen in dit stuk niet eens voor. Zeg, als je zo gaat beginnen, dan zijn we ver van huis, hè? Lief, je zult zien. Ik ben terug thuis. Nog voordat jij godverdomme kunt zeggen. God, miljarden goren. Goren wees vervloekt. Hè? Jullie hebben mijn naam genoemd, ja. En nu moet ik voor jullie gaan doden. Wij zijn nog niet klaar. Wij zijn nog lang niet rond. Als jij terugkeert, zijn de grijs en niet meer blond. Laat ons met rust en laat ons met lust leven aan de kindvriendelijke kust. Oh, mijn God. O dierbare goden, lachend om mijn leed. Stil geluk dan toch verboden. Zeg maar wat ik misdeed. O oh mijn God. Mijn goddelijk wezen, mijn gouden God. Ja, later dan zullen ze over mij lezen. Over mij en over mijn gruwelijk lot. Het is veel te vroeg voor een afscheid. Ja, ik weet het, het is veel te vroeg voor een afscheid. We hebben nog lang niet genoeg en misschien is het al voor altijd. O, Odysseus. Als jij niet met mij werd getrouwd, had je nu geen reden om te vertrekken. En als ik niet met u was getrouwd, dan had ik ook helemaal geen reden om terug te komen. Ik ga niet. Ik ook. Ik ook? Goed dus. Jongen, ik heb je borst gesmeerd en een thermische koffie gezet. Dat is voorzichtig. Ik zie u graag. Ik ook. Moeder, als te min! Gaan, Penelope. Ik moet gaan. Want er voor mij is zo
begin wordt er van mij iets verwacht. Van mij. Het is een kunst om de ander in de ogen te kijken en te zien wat hij van u verwacht. En dat doe ik dan ook. Als ik hem wil beharen. Of dat doe ik net niet als ik hem wil verslagen. Het is een kunst om uw eigen ogen leeg te maken, zodat de ander niet bij u kan zien wat jij van hem verwacht. Allee, kijk eens in mijn ogen. Hè? Zien jullie wat ik verwacht? Nee, jullie zien niks. En toch, hè, toch verwacht ik alles. Ik verwacht de overwinning. En daarom omring ik mij met doven, met blinden en met stommen. Bidaxa, blind van razernij. De eeuwige vechtmachine die iedereen vriendelijk, doch meedogenloos, hart begroet met zijn goede dag. De man voor wie iedereen voor de bijl gaat. Hij maakt voor mij een weg vrij in het strijdgewoel. Homer, doof voor daal. De eeuwige woordenkakker die zin na zin onze dagen zin geeft met zijn geschiedschrijverij. Hij is het die mij bekend zal maken bij mijn nageslacht. En dan Björn, de domme oen, die harder aan ons vastpakt als de meest volhardende bedelaar uit Calcutta. De vleesgehoorde karakol, de eeuwige pispaal, die iedere groep nodig heeft omdat wij anders toch maar een beetje in het wilde weg zouden pissen. De achterlijke idioot, de eeuwige hongerlijder, die ons doet inzien dat het altijd wel nog erger kan. Zij zijn mijn vrienden. Met hen heb ik gestreden, 10 jaar lang. Nou ja, 10 jaar. Want in deze korte tijdspanne van 30 zinnen zijn er zomaar eens even 10 jaar voorbij gegaan. Zo snel moet het vandaag wel gaan in het subsidiearme theater van vandaag. Deze 3 idioten stonden aan mijn zij. In een strijd om Troje. Troje. De niet in te nemen stad. De femme fatale der metropole. Troje. Met muren zo breed als de heupen van een zwangere olifant. Met muren zo hoog dat er geen havik over vliegen kan. Met muren zo fel verdedigd als een gans haar pasgeboren kuikens verdedigd. En nu weet ik niet of dat u al ooit eens gestreden hebt met een pasbevallen gans, maar oh, ik weet waar ik over spreek. En in tegenstelling tot vele anderen, spreek ik ook over wat ik weet. En ik weet bijvoorbeeld wat u nu denkt. Als er hier nu de ganse avond door een grijzaad in een lelijk leren rokje alleen maar over liefde en oorlog gaat gesproken worden, ja, dan val ik in slaap nog voordat de klok een koekoek heeft uitgepost. En daarom geven wij u wat u verwacht. Omdat wij van u houden. Nou ja, wij houden van u. En daarom... oorlog! Wat is de zaden te veel? Zo'n honger. Ik moet kakken. Ik kan die 10.000 wel pakken. En die blonde daar, die ook. En onze helden voelden de klamme hand van de vijand op hun schouders rusten. Volgens uit, want met iedere seconde zouden zij hun dood naderen in de vorm van duizenden Trojanen. Maar toch bleven zij hun leider trouw. Odysseus, de man die altijd met een plan komt. En zo ook nu. En ook deze keer stelden de leider zijn troepen op de proef. Ze roken het zweet van de Trojanen al. Oh nee, vriend, het is gebeurd. Inderdaad. Laat de dood maar komen. Die kerkel is in mijn boek geplaatst. Sterven, ouders. Nee, wij zullen niet sterven. Wij zullen leven. En zelfs als we sterven, hè, dan zullen we niet gestorven zijn. Nee, we zullen geleefd hebben. Wacht. Mannen, ik heb een plan. Kom! We moeten door. We kunnen niet terug. Inderdaad, ze konden niet terug. Ze zaten al in het waard, in Troje. En ik zit straks in een Trojaanse foef. De foef. Maar dat is slecht nu. Van Hildesus, ik ben geil. Ik heb 10 jaar lang niet meer gevoeld.
vogel. Mag het? Waarop Homer de alerte verteller zei met Taxa, ik denk niet dat die Trojaanse vrouwen ons met open benen gaan ontvangen. Homer, pak eens alsjeblieft. Waar onze helden zaten dan in dat paard toen er plots iemand een scheet had gelaten. Homer, jongen. Ik raak er wel graag eigenlijk. Ik wil naar huis. Goed. Jij wilt ook naar huis. Jij wilt ook naar uw vrouw. Jij bent ook geil. Ik krijg daar honger van. Nee, ik wil gewoon naar huis, ja. En of we nu morgen al bezig zijn om naar huis te gaan, of hier een beetje liggen te rotten, dat hangt dus volledig af van de uitvoering van mijn plan. Maar Odysseus had zijn plan al wel 30 keren uitgelegd en uitgelegd. En onze helden hadden er onderwijl een buikje van vol. Ja, ik niet, hè. Ik heb honger. Dat plan is straks, als het hier donker wordt, hier uit dat paard te krabben en iedereen en alles plat.